gewoon een vis. Hallo kijkers van Gewoon een Vis. Tof dat jullie allemaal weer kijken. Naar weer een nieuwe vlog op dit kanaal. En ja, dit is gewoon weer een nieuwe vlog. Dus ja, ik ben net wakker, ik heb net gegeten. En ja, ik ga zo meteen eventjes een video editen. Ik ga ook zo meteen eventjes een video opnemen. En ja, het is nu ondertussen al bijna 1:30. En om 6:00 moet de Wie is de Mol video online staan. Natuurlijk, deze video komt veel later online. Maar dat maakt niet uit. Dus ja, ik ga nu eventjes de video bewerken. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Nou ja mensen, ik heb natuurlijk ook weer een lekker theetje. Omdat het gewoon ja, lekker is in de ochtend, zeg maar. En wat trouwens ook nog wel leuk is, is dat in mijn eigen mok is, zoals jullie kunnen zien. Staat gewoon Jochem op, dus heb ik ooit een keer bij mijn verjaardag gekregen. Dus ja, er staat ook een koe op, zoals jullie daar kunnen zien. En ja, is echt super leuk. Dus ja. Lekker. Er heeft zojuist een vogel op mijn raam gescheten. Heerlijk. Oké, ik ben weer klaar met dat. Dan ga ik nu weer verder met bewerken, want ik ben nu ongeveer om de helft. Ik moet alleen even kijken of nu wel de aflevering van Wie is de Mol aflevering 2 wel online staat. Want dan kan ik die stukjes gebruiken. En als het niet zo is, is dat vrij klote. Dus dat ga ik nu even kijken. En ja, dan ga ik daarna, denk ik... Ik heb geen idee wat ik daarna ga doen. Oké, mensen, ik heb een probleem. De video is weg. En ik baal heel erg. Ik moet namelijk de video weer opnieuw bewerken. En dat is echt heel klote. Dus ik ga denk ik gewoon de video wat korter maken. Niet meer vertellen in de Wie is de Mol. In zijn theorieën video. Van wat ze in de opdracht allemaal moesten doen. Maar gewoon alleen de hints. Want anders moet ik nu weer een uur gaan editen. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ja, het goede nieuws is wel dat de aflevering nu op YouTube staat. En dat voor jullie is de aflevering van mijn hints en theorie video al online gekomen. Dus ja. Maar voor mij is het nu een hel, want ik moet nu weer alles gaan editen. Dat is een beetje, ja, kut eigenlijk. Oké, mensen, de video is nu aan het renderen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het duurt 9 minuten. Dus dat is net op tijd. En ik heb hier iets aan mijn shirt hangen, oké. Dat is net op tijd, want het is nu bijna, het is nu 5:50. Dan kan ik hem dan net uploaden, de thumbnail is klaar. Dan hoef ik alleen nog maar van die kaarten toe te voegen. En op het einde nog de vorige video en abonneren. En dan is hij eigenlijk klaar, dus ik ben eigenlijk net op tijd klaar. Dus dan ga ik hierna denk ik nog eventjes de vlog ga ik van gisteren. Nou, voor mij is het de vlog van gisteren, maar voor jullie... Een paar dagen geleden ga ik nu nog bewerken. En misschien ook een deel van deze vlog. En daarna ga ik eten. Dus ja. Nou ja mensen, de video staat nu online. Nou eigenlijk nog niet. Hij staat wel online, maar over 10 minuten. Dan gaat hij van privé af. En dan is hij klaar. Wij gaan nu eten. We gaan pannenkoeken eten. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Ik ga naar beneden. Dus ja. Nou ja mensen, ik heb alweer een theetje. Ik drink echt veel te veel thee. Maar ja, thee is goed voor je. En niet slecht zoals sap en zo. Dus ja, de Wie is de Mol video die staat nu online, al een uur geleden en 10 minuten. Dus ja, hij is ook vaak bekeken, dat is leuk, reacties en zo. Ik ga zo eventjes leren, want ik moet nog leren, niet leren, dat moet ik ook nog doen. Maar ik moet zo eventjes huiswerk maken, ik heb nog van 3 vakken heb ik nog huiswerk. Dus ja, ik ga denk ik eerst nog eventjes de vlog ga ik bewerken en dan daarna ga ik denk ik eventjes leren, dus ja. Ja, dit is mijn derde theetje alweer, hey. Nou ja mensen, het is nu ondertussen al 10:30. En ja, ik ga mijn computer afsluiten, ik ga mijn lamp uitzetten, ik ga even tanden poetsen. En dan ga ik naar bed. Dus ja, dan was dit eigenlijk denk ik wel weer de dag. Ja, dan ga ik nu even nog tanden poetsen. The fuck?
Lamp uit. Mooi. En dan kan ik nu lekker slapen. Nou ja mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Geef dan een blauw duimpje. Willen jullie meer vlogs? Laat dan ook zeker dat blauw duimpje achter. Laat het ook achter in de comments. En zoals elke video zet ik ook nog bij de kaarten, oftewel het i'tje, bovenin staat van, dan kan je stemmen of je meer vlogs wilt, ja of nee. En dan zeg ik zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Later mensen.